Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delijle Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen, inmiddels weten heel velen dat wel. En hartstikke bedankt voor jullie prachtige cadeautjes, ik hou van jullie. En voor degenen die dat nog niet weten, vind je het leuk wat ik doe en fijn de video's die ik maak, dan... Ja, helemaal vrijblijvend. Vind je het leuk om mij een cadeautje te doen? Dan kan dat hier natuurlijk, omdat ik zoveel aanvragen kreeg van nou hè, ik wil jou graag wat terug doen. Nou, er is dus nu een mogelijkheid voor en dan kan je dus naar de button hieronder aan de video van bedankt en dan wijst het zich vanzelf. Je kan ook naar een link in de beschrijving van de video en in de reacties. Dan kun je het op een andere manier doen, ja, als het niet werkt via YouTube. Nou, we zijn aangekomen bij redenvoering 28, Saint-Germain, 25 december 1933. Dit prachtige boek. Kerstdag, aanroeping. Machtige, oneindige, werkzame tegenwoordigheid van Christus, overal. Wij buigen voor uw koninklijkheid en uw macht. Laat uw heerschappij gelden in het hart en in het denkvermogen van iedere mens in dit land en zorg ervoor dat uw wonderlijke volmaaktheid zich overal uitdrukt. Ik breng uw liefde, groeten, begrijpend bewustzijn en meesterschap vanwege de grote heerschaar van opgevaren meesters. Ze hebben goedkeurend gekeken naar mijn nederige inspanningen om het licht te verspreiden. Zij brengen u hun liefde en op deze kerstdag omhullen zij u met hun mantel van licht. Redenvoering. Goddelijke liefde. In uw magische kracht van transformatie bevestigen wij uw macht in het reinigen en zuiveren van menselijke fouten en creaties in deze wereld. U bent de eeuwigdurende overwinning, het gouden pad van vervolmaking voor iedere student van het licht. Door uw overstijgende macht zenden de Kumara's hun machtige straling uit om de aarde en de mensheid te zegenen voor het hele jaar 1934. Als vervolg hiervan zullen de mensen ervaren dat er veel wenselijke veranderingen plaatsvinden. Een betere gezondheid, geluk en voorspoed, een intenser gevoel van liefde en een groter verlangen naar gerechtigheid zal het hart van allen beroeren. Vanuit vele kanalen zal het egoïsme van de mensen grotendeels overstegen worden door het gevoel van zuivere liefde, dat zich zal ontwikkelen in hun hart. Dit zal hen in staat stellen de emoties te beheersen en het zal ervoor zorgen dat ze onwillekeurig verlangen te zegenen. Het is mijn wens dat elke student minstens eenmaal per dag in bewuste uitstraling deze waarheid uitzendt. God, de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, heerst overal met onoverwinnelijke macht in het hart en het denkvermogen van de mensen. De meesters van Venus, die de Royal Theton bezochten en die er met nieuwjaar terug naartoe gaan, zullen een welbepaalde werking op gang brengen, om de subtiele poging om de macht te vergroten en een nieuwe oorlog te veroorzaken, te verteren. Shambhala laat haar kracht los. Gedurende vele jaren hield zij deze kracht op eigen terrein. De gouden stad, die haar stralen naar alle richtingen stuurt, zoals de spaken van een wiel, verleent een dienst aan de mensheid die ze alleen kan volbrengen. Indien de mensen konden weten en begrijpen waarvoor deze werkzaamheden dienen, dan zouden er in de driedimensionale wereld zulke wonderlijke veranderingen plaatsgrijpen, dat zelfs de gevorderden dit nauwelijks voor mogelijk zouden houden. Op nieuwjaarsdag zal het kosmische wiel van vooruitgang een punt bereikt hebben, waarop in de individuele activiteit veel van de persoonlijke vrije wil kan opzij geschoven worden. Dit brengt onbeschrijfelijke vreugde en hoop in het bewustzijn van diegenen die dienen vanuit deze verheven sferen van werkzaamheid. Al de studenten van het licht, kunt u begrijpen dat u de prachtige hulp die voor u bestemd is, kunt verkrijgen door uw ego tot rust te brengen en te reiken naar deze hulp.
Ik smeek u, dierbare studenten, sluit uw denkvermogen voor de onwetendheid en de disharmonische ideeën van ieder menselijk wezen. Ik zeg aan ieder van u, vrijheid in elk opzicht staat voor uw deur. Indien u enkel naar uw persoonlijkheid in harmonie houdt, weiger disharmonische, duistere ideeën te aanvaarden vanuit de atmosfeer en van diegene waarmee u in stoffelijke vorm in aanraking komt. Nou, inderdaad, dus laat je niet beïnvloeden. Ook als je met mensen omgaat die altijd maar ziek, zwak en misselijk zijn, of die zo diep zitten in dat lage bewustzijn, dat je niet dadelijk er ook over na gaat denken van, oh, als ik het maar niet heb, of als ik het maar niet krijg, weet je, die trekken je erbij in, die maken je beïnvloed, of die zorgen ervoor dat je beïnvloed kan worden. En dat doen ze niet bewust, alleen jij die weet, moet ervoor waken dat je niet beïnvloed raakt. U moet dit naleven indien u vreugde, schoonheid, overvloed en elke vorm van volmaaktheid in uw leven wenst te brengen. We hebben niet de bedoeling of het verlangen iets op te dringen aan uw vrije wil, maar grote vreugde vervult ons hart wanneer we zien dat de studenten deze verheven wetten, waarvan we weten dat ze hun absolute overwinning betekenen. Bestuderen, begrijpen en toepassen. Mag ik herhalen wat ik reeds zei? In het menselijke leven is er niets zo slecht als de mens of de suggestie waardoor de student zich afwendt van de waarheid en het licht, die zijn vrijheid zouden kunnen zijn. De student zou zich met grote vastberadenheid moeten inzetten om verbonden met deze machtige kosmische werking alle disharmonische creaties uit het verleden en het heden te verteren. Iedere keer dat uw gedachten en uw verlangen op deze manier naar iets uitgaan, zullen grote energiestromen u te hulp komen om u te ondersteunen en u bij te staan. Dit spruit voort uit de huidige verbazingwekkende hulp die naar de aarde wordt gezonden. De stille wachter heeft 200.000 jaar gewacht totdat het kosmische wiel dit punt bereikte. Het volgende nieuwe jaar. Ik zeg nogmaals dat in de geschiedenis van de mensheid nooit zo'n verheven werking klaar stond om u te hulp te snellen. Ik smeek u, beminde studenten, is het uw vastberaden inspanning niet waard om te handelen in overeenstemming met deze grote zegening, die uw strijd voor de bevrijding van hetgeen de mens zelf gecreëerd heeft zoveel gemakkelijker maakt? Beminde studenten, mijn hart springt op van vreugde omdat ik in u een zeer diep verlangen naar het licht zie en uw vastberadenheid en uw vastberaden inspanning om deze onfeilbare wet toe te passen. Dit zal u vast en zeker naar uw bevrijding leiden. Ik zou alle studenten willen bedanken voor hun vreugdevolle verlangen naar de grenzeloze verspreiding van de boeken. Ontsluier de geheimen en de magische tegenwoordigheid. Dit groot verlangen beminden houdt een dienstbetoon in met een verrijkende zegening die u tot nu toe slechts gedeeltelijk kunt begrijpen. Op deze dag van toewijding aan Christus voel ik mij ten zeerste gezegend, omdat ik de liefde voel die velen naar mij laten uitstromen. Ik verzeker u, gezegenden, dat ik naar u zal terugkeren met de liefdevolle kracht die tot mijn beschikking staat om u te helpen, te verlichten en te zegenen. Door het bijzondere dienstbetoon dat Jezus wenst te verspreiden, bent u inderdaad gezegend. Tracht deze wonderlijke waarheid te voelen, met het diepste en het meest intense gevoel dat u kunt bevelen. Open uw armen, uw hart en uw denkvermogen voor de glorie van deze straling. Naarmate u dit duidelijker en vollediger kunt doen, zult u merken hoe snel alle verstorende en beperkende omstandigheden rondom u zullen verdwijnen. Ik smeek u, beminde studenten, blijf uzelf niet beperken door menselijke begrippen. Toon en voel uw verbazingwekkende bekwaamheid om deze wetten te gebruiken en richt deze machtige energie naar uw vrijheid en volmaaktheid. Probeer in te zien dat uw menselijke vorm geen compacte schepping is die moeilijk te hanteren is. Tracht uw lichaam te voelen als een transparante substantie die al uw instructies opvolgt. Spreek tegen uw lichaam. Beveel het sterk te zijn. Ik beveel het sterk te zijn. Enkel
ontvankelijk te zijn voor het bewustzijn van de opgevaren meester. Een volmaakte uitdrukking te zijn van de goddelijke kracht van de machtige Ik Ben en haar schoonheid van vorm en uitdrukking aan te nemen. Neem uw ervaringen nog eens onder de loep en zie de krachtige vastberadenheid die u af en toe betoonde om succes te behalen in uw menselijke bezigheden. Besef dan hoeveel krachtiger uw vastberadenheid kan worden om uw eeuwigdurende vrijheid te bekomen. Geloof mij, beminden, wanneer ik u zeg dat enkel uw menselijke creaties tussen u en de bevrijding van alle beperkingen staat. Deze creaties zijn geen grote hindernis dan u aanneemt dat ze zijn. Indien u hen ieder uur en iedere dag de kracht ontneemt om u te beperken, dan kunt u vreugdevol doorheen de sluier stappen en uw wereld van de elektronische tegenwoordigheid binnentreden, die zo mooi is, zo vreugdevol. Zo vervuld met het verblindende licht van haar glorievolle tegenwoordigheid. U verblijft daar voor altijd in het licht van eeuwige glorie. Wanneer u vervolgens terug de menselijke sluier stapt, voor dienstbetoon in de stoffelijke wereld, zult u de glorie van het verheven wezen dat u bent blijven voelen. Dan zullen uw eigen menselijke situaties of de gebeurtenissen rondom u op geen enkele manier nog beroeren of beïnvloeden. Mijn hele wezen is ontroerd door de vreugdevolle verwachting voor u, omdat ik met stellige zekerheid weet dat u deze zult verwezenlijken, tegen iedereen die zich laat beïnvloeden door de onwetendheid van anderen, en die zich daardoor afwenden van het pad, wens ik te zeggen. Herinner u enkel wat u te wachten staat, en weet wat u in uw mogelijkheid hebt om te verwezenlijken en te zijn. Nou precies. Herinner u steeds opnieuw dat uw menselijke problemen, die zo schrikwekkend leken, zeker zullen verdwijnen wanneer u groeit naar een alsmaar diepere aanvaarding van uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Aldus is uw probleem niet enkel opgelost, maar elke stap die in deze richting gezet werd, zal niet meer moeten herdaan worden. Integendeel, het wordt uw eeuwigdurende vrijheid. Indien u vurig verlangt naar financiële vrijheid, dan smeek ik u om uw aandacht ervan af te wenden en ze te richten naar uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid, de enige schenker van alle machtige overvloed die er is. Blijf hierin standvastig en vastberaden en u zult beschikken over al het geld dat u wenst te gebruiken. Met een overvloed, jongens. Het leven beperkt u niet. Overvloed beperkt u niet. Liefde beperkt u niet. Waarom zou u dan toelaten dat uw beperkende menselijke begrippen u nog langer binden? Beminde kinderen van het licht. Sta op in de machtige glorie van uw ware wezen. Ga verder in de machtige overwinnende tegenwoordigheid. Wees het licht van God dat nooit faalt. Kom in beweging, gehuld in het licht van de verheven glorie van uw goddelijke zelf en wees vrij. Mooi. Zegening. Machtige Ik Ben tegenwoordigheid, verheven in deze Christuswerking. Wij zijn u eeuwig dankbaar voor uw liefde, uw glorie, uw vrijheid en voor onze bewuste bekwaamheid en kracht om te aanvaarden dat de volheid van uw glorie verwezenlijkt. Verwezenlijk wordt in de materiële werking van ons leven. Wij danken u omdat wij met stellige vastberadenheid in uw licht staan, geleid door uw wijsheid en voor altijd bevestigd in uw overtreffende liefde die verankerd is in ons hart. Oh, prachtig. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 29. Dit was redenvoering 28. Fantastisch. Ik hou van jullie. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel geluk, heel veel groei. Nou, al het mooie wat er ook maar bestaat. En dan zie ik jullie volgende week bij de volgende redenvoering. Doei!